fijn dat ik hier vanavond kan zijn. Heel bijzonder ook, eerlijk gezegd. Ik doe vaker spreekbeurten en lezingen en kom her en der in het land en buitenland, maar dit is wel bijzonder. Iemand vroeg net aan mij, is dit uw eerste boek? En dat is eigenlijk niet waar. Het is volgens mij mijn 21ste boek. Maar dat geeft niet, want het voelt daar wel een beetje als mijn eerste boek. Omdat het wel het eerste boek is wat persoonlijker is. Het zou nog persoonlijker kunnen, het is geen roman, het is ook geen autobiografie, het gaat niet over mijn figuur of zo. Daar hou ik ook helemaal niet zo van, maar het gaat wel over wat ik geloof. En hoe ik denk dat je je zou kunnen en mogen moeten verhouden tot angst en onveiligheid. En ik ben gewend om wetenschappelijke boeken te schrijven. Je hebt een theorie, die ga je uitzoeken, een methode, voetnoten, dat check je, dat dubbelcheck je, doet interviews. En dan is het wetenschappelijk onderbouwd. En dan deugt het en dan kun je het ook aan de universiteit laten zien. Dit boek is geen wetenschappelijk product. Het heeft wel voetnoten, maar het is niet overal wetenschappelijk onderbouwd. Omdat het voor een deel ook berust op wat ik geloof. En dat is voor iemand die carrière heeft gemaakt in de wetenschap best wel gek om dan zo'n boek te schrijven. Dat je denkt, ja, maar hoe kan ik dat bewijzen? En dus daarom is het voor mij eigenlijk wel een soort van eerste boek, want het is echt wat ik echt denk. Ik vind het ook heel bijzonder om het hier te mogen presenteren. De laatste keer dat ik in deze kerk ben geweest en bij Riemen Walisa ben geweest, is ongeveer denk ik 1994. Ik ben in Ermelo naar school gegaan. Toen was ik hier wekelijks, dagelijks in het winkelcentrum. Ik ken ook veel gezichten van oude leraren. Ook wel gek om voor je oude leraren weer een spreekbeurt te moeten houden. De leraar Nederlands zit ook in de zaal. Dus, maar goed, ik ga het toch proberen en ik ben blij dat u er allemaal bent. Ik ga u iets vertellen, u kunt meer daarover ook in het boek teruglezen, maar ik vind het toch mooi om van de gelegenheid gebruik te maken, iets van mijn argument met u te delen. Ik hoor ook graag zo meteen wat u daarvan vindt, hoe dat bij u aanslaat. Ik begin heel lang geleden. In Noord-Afrika, de 4e eeuw na Christus, een halve eeuw voor de val van Rome. In Noord-Afrika werden de mensen, de burgers, door rondzwervende bendes en krijgsheren geteisterd. Ook de christelijke gemeenschap was aangeslagen en bevreesd, want die werd van binnenuit belaagd. De uiteenraveling van het Romeinse Rijk dreigde ook te resulteren in het uiteenvallen van de christelijke kerk, die toen nog heel groot was. Vooral de aanvallen en aanslagen van een groep heilige strijders, terroristen, boezemden mensen angst in. Deze terroristen werden circumcellionis genoemd. Circumcellas eutes, zij die rondzwerven. We hebben ook een getuige die erover schreef wat zij deden. Citaat. Deze mensen voeren verrassingsaanvallen uit. Op ons, op onze reizigers, op onze bisschoppen tijdens onze reizen. Ze slaan ons op de meest gruwelijke wijze in elkaar. Ze brengen ons levensgevaarlijke wonden toe en ze steken onze huizen in de brand. Ze slaan ons niet alleen met knuppels, doden ons met het zwaard, maar ze hebben ook nu een nieuwe ongelooflijke misdaad bedacht. Ze gooien zuur in onze ogen om ze uit te doven en roepen daarbij, God is groot. Deze getuige was Augustinus, kerkvader Augustinus. Hij was toen al bisschop en hij preekte over het terrorisme voor zijn gemeente. Hij noemde man een paard. Hij stelde zich heel vurig op tegen het terrorisme. Hij schrok ook niet terug voor het uitspreken van het ban of het ondersteunen van lijfstraffen en veroordelingen van die mensen die dat deden. Maar hij zei nog veel meer. Hij vond ook dat zijn kerkgangers, zijn mensen, zich theologisch en psychologisch tegen dat kwaad moesten wapenen. Ze mochten zwaarden dragen, ze konden dankbaar zijn voor Romeinse bescherming, de politie van die tijd. Maar ze moest ook theologisch en psychologisch zich wapenen. Want dat kwaad van dat terrorisme, zei Augustinus, was besmettelijk en alles doordringend. De geest van haat en agressie, die had niet alleen de circumcellionis in zijn macht, maar die had ook de harten van de mensen die geen terrorist waren, bezet. Ik kom daar straks op terug. Hoe zit dat nu in Nederland? Dit is Augustinus. Hoe zit dat nou in Nederland? Kunnen wij dit zonder meer naar Nederland toe trekken? Nee, eigenlijk niet. Ondanks dit plaatje is Nederland een heel veilig land, statistisch gezien wel. Het aantal mensen dat omkwam door geweld in Noord-Afrika is vele malen groter dan hier in Nederland. Dat is overigens nog steeds het geval.
Veiligheid van Nederland, daar kunnen we ook allerlei objectieve feiten met elkaar over delen. Er wordt jaarlijks een veiligheidsmonitor bijgehouden. Die veiligheidsmonitor meet alle vormen van criminaliteit op basis van geregistreerde misdrijven. Niet later, er zit wel een beetje wetenschap in het boek. Bijvoorbeeld dit grafiekje. Daar kun je aan zien dat zowel de criminaliteitscijfers, maar ook de angstgevoelens gemiddeld naar beneden gaan. Dus het gaat iets beter met Nederland. Al meer dan 10 jaar wordt het met een procentpunt per jaar veiliger in het land. In 2015 was 18% van de bevolking slachtoffer van delicten. Aandeel van burgers had veel sociale overlast, ongeveer 12%. Ook heeft er sinds 2004 na de jihadistische moord op Theo van Gogh geen terroristische aanslag met dodelijke gevolgen meer voorgedaan. Maar u zult ook voelen, dit is niet het hele verhaal. Want er zijn namelijk heel veel mensen die zich toch wel echt bang en onveilig voelen. 36% van de mensen voelt zich bang. Dat percentage is niet gegroeid, maar het is toch echt wel een forse 1/3. En als je deze cijfers uitsplitst, blijkt nog iets heel vreemds. Dan blijkt dat niet de oudere mensen bang zijn, maar de jongere mensen en bewoners in de grote steden. Ongeveer 25% van de 65-plussers geeft aan zich onveilig te voelen. Maar als het gaat om de jongeren tussen de 18 en de 25, daarvan benoemt meer dan 50% dat ze bang zijn. En waar zijn ze dan bang voor? Je zou kunnen zeggen, misschien voor baansonzekerheid, economische gevolgen, financiële crisis. Maar dat is eigenlijk niet zo. Deze jongeren drukken hun zorgen vooral uit in termen van angst voor oorlog, vluchtelingen, migratie en terrorisme. 48% van de jonge Nederlanders is bang dat er weer een oorlog uitbreekt. Van de ouderen is dat opnieuw maar een kwart. Kinderen zijn massaal bang voor aanslagen. En geven ook aan dat ze liever niet met hun ouderen naar evenementen gaan. Dat is best wel opmerkelijk en ook best wel schokkend. Ik merk het ook aan mijn eigen studenten, eerstejaarsstudenten. Ik heb het ook wel vaker gezegd. Ik vraag ze elk jaar, ben je voor of tegen de doodstraf? Ik geef een vak over terrorisme en dan zeg ik, stel je voor, je hebt echt een gemene terrorist te pakken. Eentje die ook echt een bom heeft gegooid en die bom is ook echt afgegaan en zijn mensen omgekomen. Ben je dan voor of tegen de doodstraf? En het is voor het eerst dit jaar dat de meerderheid ja zegt. De tweede vraag die ik altijd aan de eerstejaars stel is, dat zijn er 400 eerstejaars, volgende week begint dat hoorcollege weer. En dan zeg ik, denken jullie dat het nou bergop gaat met de geschiedenis of bergafwaarts? Ik kan hem eigenlijk hier ook wel even doen. Ja. Zal ik zo zeggen om mijn studenten te zeggen. Wie denkt dat het bergop gaat met de geschiedenis? Wie denkt dat het bergaf gaat met de geschiedenis? Best wel veel, snap ik ook wel. Van de jongeren denk meer dan de helft dat het bergafwaarts gaat met de geschiedenis. Daar kun je heel veel over zeggen, daar geef ik ook heel veel colleges over. Dat ga ik nu niet doen, dat kunt u ook verder in het boek lezen. Maar ik wil nu even door naar de volgende stap. Wat doet dat met die jongeren? En je kunt die cijfers laten zien, je kunt zeggen, Nederland wordt steeds veiliger, doe maar rustig aan. Moet je ook zeggen, denk ik. Tegelijk moet je ze heel serieus nemen en moet je het ook begrijpen. Ik ben geboren in 1976, toen ik opgroeide. Gorbachev aan de macht, de eerste goede Rus, viel de muur, braken de jaren 90 uit, kreeg ik voor het eerst Nike's en ging naar Italië op vakantie. En kreeg een hele grote kleurentelevisie en een computer. Kinderen anno nu, die worden geboren met een iPhone naast een wiegje, maar wat zien ze op die iPhone? Doorlopend beelden van angst en ellende in hun timeline. Dus ze hebben het aan de ene kant, ze zijn welvarend, rijk, gezond, maar wat ze om hen heen zien gebeuren, maakt hen dus heel angstig. Dat moet je serieus nemen, maar je moet ook een stap verder zetten. Wat doet dat met de jongeren? Nou, jongeren zijn sinds 2007 ook rechtser geworden en pessimistischer. Ze zijn angstiger geworden over de gebeurtenissen in de wereld voor oorlogen. Ze zijn meer dan oudere kiezers bezig met immigratie. En deze jongeren spreken dan ook een sterkere voorkeur uit voor de VVD en de PVV. Er hoeft niks mis mee te zijn, begrijp me niet verkeerd, maar je ziet dat dat dus wel gevolgen heeft voor je beeld van de tijd. En dat is nog niet alles. Angst en onveiligheid werken ook als een tweesnijdend zwaard. Ze verdelen de samenleving in groepen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek constateerde in april 2017 dat 46% van de bevolking spanningen tussen bevolkingsgroepen ervaart. Waarbij geldt dat mensen hun mening niet vooral baseren op wat ze zelf meemaken,
maar wat ze zien op radio, televisie, in de kranten om hen heen. Dus 36% van de mensen heeft last van spanningen tussen mensen met en zonder migratieachtergrond. Maar als je diezelfde mensen vraagt of ze het hebben meegemaakt, is de kleine 20%. Maar goed, wat je ziet en wat je voelt is net zo erg als wat je misschien zelf meemaakt, dus het speelt wel mee. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Dus hoe moet je omgaan met die angst voor echte of vermeende dreigingen van terroristische aanslagen? En hoe geef je aan die dreiging betekenis? Wat betekenis geef je? Ik denk dat dat mijn werk is, als docent, als commentator. Het is ook uw werk, als opvoeder, als buurman of buurvrouw, in welk verband u dan bent. U bent ouder, u bent minder bang, u weet meer van het leven. Het is ook uw rol om daarover in gesprek te gaan, vind ik. En ik vind ook dat het de rol is van christenen om daar op een bepaalde manier over in een gesprek te gaan met elkaar. De burgers van Noord-Afrika hadden met Augustinus een predikant die man en paard noemde. Die vlammende pamfletten en preken tegen het terrorisme opstelde en ook niet terugschrok voor duidelijke oordelen. Anno nu ontbreekt zo'n gezaghebbende stem. En de burger gaat te raden bij een veelvoud aan duiders, experts en onheilsprofeten. Of die burger kan zichzelf met Twitter opwerpen tot aanzeggen van de apocalyps. Dat is ook precies wat er gebeurt. Dat is een volgende wetenschappelijke nog constatering, voordat ik minder wetenschappelijk word. Er is iets vreemds aan de hand. Er wordt weer heel veel over het kwaad gesproken. Net als na de Eerste Wereldoorlog, ik zal zo'n grafiekje laten zien, na de Tweede Wereldoorlog is na 9/11 een piek toegenomen in het gebruik van termen als evil, devil, demons. Dat kun je in het Frans, Duits en in het Engels, ongeveer ook in het Nederlands, kun je dat meten aan de hand van alle teksten die wereldwijd zijn ingescand. Dat heb ik ook gedaan. En je kunt daarmee aanwijzen dat dat soort termen weer terug zijn. Je ziet het ook in de kranten om ons heen. En ook in Nederland wordt er weer heel vaak gerefereerd en in termen gesproken als duivels en demonen. Je zou zelfs naar het kinderboekenthema van de afgelopen week kunnen verwijzen. Maar er is iets vreemds aan de hand met dat spreken over het kwaad. Kijk, daar zie je de piek. Eerste Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog en dan na 9/11 weer. Maar er is iets vreemds aan de hand in dat spreken over het kwaad. Want het verschilt in één belangrijk opzicht met de pieken van rond de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Toen werd nog over het kwaad gesproken in termen van het theodicee. Theodicee, dat is een van de oudste vraagstukken waar filosofen en theologen zich altijd over hebben gebogen. Namelijk, waar komt het kwaad vandaan? En dat werd dan altijd beantwoord met, of dan werd altijd de volgende vraag eraan gesteld, waar komt het kwaad vandaan en hoe zit dat met God? He, van waar is God naar Auschwitz? Hoe kun je het lijden verklaren als er een goede God is? Dat soort vragen, u kent ze misschien zelf ook wel. Vandaag de dag wordt wel de vraag naar het kwaad gesteld, maar God wordt er niet meer bijgehaald. Het kwaad is losgezongen van God, het is volledig geseculariseerd. Ons hedendaagse verlangen ook naar veiligheid, het spreken over het kwaad, gebeurt in wraakzuchtige en onbarmhartige taal. En dat is nieuw. En daar springen dus allerlei onheilsprofeten in. En dat is heel erg lastig, want als je kijkt naar de mensen die hoog opgeleid zijn, de beleidsmedewerkers, de politici, de bewindslieden, dan is het best wel moeilijk om de discussie aan te gaan met het kwaad. Advocaten, juristen hebben het niet over het kwaad. De rechter heeft het over strafmaten en maat van schuldigheid. Wetenschappers hebben het over grondoorzaken van terrorisme, radicalisering en uitsluiting. Je hebt het niet over het kwaad. Woorden als het kwaad, dat zijn geen categorieën van analyse of beleid. Dat is maar goed ook. Het is maar goed ook dat we zo niet meer met elkaar erover praten. Dat we op redelijke, beargumenteerde en rationele wijze onze kinderen onderwijzen. Maar in tijden van crisis en onzekerheid is dat toch niet genoeg. Dan heb je in één keer jihadisten die precies weten hoe het zit met goed en kwaad. Dan heb je extremistische andere groeperingen of populistische partijen die dat wel degelijk doen. Die precies aanwijzen waar het kwaad zit. Het kwaad, dat is de islam. Het zijn de vluchtelingen, de EU, de liberale elites, de wegkijkers, de natuurvervuilers, milieuvervuilers, noem maar op. En dat soort aanzeggers van het kwaad die vervullen een grote behoefte. Dat verklaart ook dat veel mensen kiezen op partijen met bewindslieden die duidelijk dat kwaad benoemen. En dat is ook weer goed te verklaren, want alle mensen, als ze naar hoogopgeleide zijn opgeleid, die lijden aan wat we noemen een need for closure. In tijden van onzekerheid, als je moeilijke problemen hebt, dan wil je eigenlijk het liefst zo snel mogelijk een handzame oplossing, iets dat jou helpt om te gaan met kwaad, angst en onzekerheid. Maar heel weinig mensen kunnen dat lang uithouden. Mensen in stress,
zoeken naar coping mechanisms, mechanismen om grip te krijgen op dat kwaad. Nou, of dat nu gaat om de slagschaduw van terrorisme, van baanonzekerheid of globalisering, spreken over het kwaad is een ijzersterk coping mechanisme. Als je kunt aanwijzen wie de duivel is, ben je van aandacht en stemmen verzekerd. Nou, kun je zeggen, dat is toch allemaal niet nieuw, Beatrice, dat kennen we toch al uit de eeuwen? Ja, dat is waar, maar het hedendaags spreken over het kwaad is wel een ander dan in vroegere tijden. Ik geef heel kort even een toelichting waarom dat zo is. Je zou de hele geschiedenis vanaf de middeleeuwen tot heden kunnen indelen in drie manieren om over het kwaad te spreken. Ik ga ze in vogelvlucht even met u doorlopen. En die manieren die duid ik aan als timescapes, tijdschappen. We leven in een landschap, het Veluws landschap, maar u leeft ook in een tijdschap. Beelden om u heen, van verwachtingen. Hoe je aankijkt tegen je eigen tijd. Denken we dat het bergopwaarts of bergafwaarts gaat op de tijd? Dat is een tijdschap waarin je leeft. Je zou drie timescapes kunnen aannemen. De eerste timescape is die van de middeleeuwen. Toen zagen de mensen gevaren, catastrofes en dreigingen als door God gestuurd. De menselijke en de goddelijke tijdsdimensie was hetzelfde. Het ging van Adam en Eva naar het einde der tijden en God was altijd aanwezig. Memento mori. Ik ga er natuurlijk even niet heel, heel snel doorheen. Ja, dit was het tijdschap van de mensen. Onveiligheid, dat was de hel. Dat was dat je in de ban werd gedaan, niet meer aan het zakken werd. Dat veranderde in de verlichting. Toen nam de invloed van religieuze praktijken af. Er ontstond een idee van menselijke controle. Het idee dat een mens de tijd en de toekomst kon tellen, koloniseren, aan zijn wil kon onderwerpen. Statistieken werden bedacht, allerlei managementtechnieken werden ontwikkeld, ideologieën kwamen op die meenden die crisis te kunnen bezweren. En misschien waren sommige crisis nog wel in Gods handen, maar voor de hedendaagse koopman was de wiskunde en de technologie en de stoomschepen en de industriële revolutie belangrijker. Dus je zou kunnen zeggen dat naast die goddelijke tijdslijn, die er voor veel mensen nog was, er een nieuwe tijdslijn kwam. Dat was de menselijke tijdslijn, menselijke planningsmacht. Je had zelf de toekomst in handen. Dat is het tweede tijdschap. Het derde tijdschap, dat is het tijdschap waarin we nu zitten. Voor sommige historici begint dat met Chernobyl. De andere historici begint dat meer naar 9-11. Ik denk dat we kunnen zeggen dat ongeveer jaren 80-90 dat het is omgeklapt. En we leven nu in een tijdschap waarin we hebben ontdekt dat die menselijke pogingen om de toekomst te temmen, ons leven veiliger te maken, dat die eigenlijk zelf voor allerlei problemen hebben gezorgd. De atoombom was het idee om oorlog te voorkomen, maar de atoombom werd zelf een grote dreiging. Chernobyl, kernramp, ontploffingen. En dus het menselijk handelen om de wereld beter te maken, leidde zelf tot dood en verderf. Hoe je dit tijdschap nou moet noemen, zou je kunnen zeggen dat is een voortdurend uitgestrekte hedendaagse tijd waarbij de toekomst is afgesloten. Dus er was in dat middelste tijdschap van de verlichting was er nog een goddelijke lijn, was ook een menselijke lijn en de toekomst werd altijd beter. De toekomst was open, je kon vooruit, je kon plannen. Vandaag de dag leven we eigenlijk in een cirkeltje, we kijken voortdurend in ons heen, we komen niet verder, we zien alleen maar dood en ellende. En het idee dat je de toekomst als mens nog in handen kunt hebben, en elk moment kan de bom afgaan, wordt het oorlog met Noord-Korea, doet Trump weer iets stoms. Dus het idee dat we in een voortdurend apocalyptisch heden zitten, zonder goddelijke troost en verlossing, kenmerkt de huidige tijd voor de meeste mensen. Ik doe het natuurlijk even heel generaliserend. Nu begrijpen we ook beter wat ik net bedoelde, waarom veel mensen zo bang zijn en onzeker. Veiligheid gaat namelijk niet alleen over een fysieke staat van zijn, hè, of uw lichaam op dit moment veilig is, maar het gaat ook over onze toekomstverwachting. Toekomstverwachting van onze kinderen. Wat denken zij dat allemaal op hun afkomt? Hoe kunnen ze dat plaatsen? Nou, ik denk dat we dankbaar mogen zijn voor een overheid die veiligheid serieus neemt. Maar ik denk wel dat we moeten waken voor drie gevaren die vanuit dat hedendaagse veiligheidsdenken op de loer liggen en ons misleiden. Dat hedendaagse veiligheidsdenken, dat is namelijk heel onzalig. Het is potentieel totalitair, gericht op volledig risicomanagement. We willen alles uitbuiten. Elke TBS die ooit nog ontsnapt, dat mag niet mogen. Er moeten petities voor worden getekend. Het is natuurlijk ook goed dat je toeziet op wat de overheid doet. Maar we kunnen die risico's nooit helemaal uitsluiten. We zullen altijd kwetsbaar blijven. Wat ook een gevaar is, is dat denken in zeer alomvattende concepten van veiligheid heel onverzoenlijk is. Want dan wil je iedereen die jouw veiligheid aantast, wil je buitensluiten.
Wij hoeven geen vreemdelingen op te vangen. Wij hoeven niet barmhartig te zijn. We moeten de straffen steeds langer laten worden. Dus je ziet dat het wraaklustige, het element van steeds strenger willen straffen en het onschadelijk maken van tegenstanders toeneemt. Er worden steeds meer mensen als risicogroep geregistreerd. Of het nou gaat om voetbalsupporters, hangjongeren, patiënten met suikerziekte. Ik weet niet of het weet, mensen met obesitas en suikerziekte worden al door de verzekering gecharakteriseerd als risicogroepen die al minder makkelijk bijvoorbeeld een hypotheek kunnen krijgen. Je ziet dat alles wordt helemaal gemanipuleerd om al die onveiligheid uit te buiten. En wat is daar nou het probleem van? Nou, heel simpel, dat is natuurlijk eigenlijk geen antwoord op het kwaad. Wat je daarmee doet, is dat je in feite het probleem van het kwaad en de onveiligheid groter maakt. Je lost het niet op, je maakt het erger. Je maakt de samenleving steeds kwetsbaarder, steeds angstiger en onzekerder. En daarom heb ik mijn boekje geschreven, omdat ik denk dat de christelijke traditie een antwoord heeft. En daarmee ben ik ook bijna aan het eind van mijn verhaal gekomen. En dat antwoord zit hem in het weten over het einde van het kwaad. Er zijn op dit moment, zou je kunnen zeggen, grofweg twee ideeën over het kwaad in de omloop. Aan de ene kant het idee dat het kwaad, dat is er in absolute termen. Dat is de TBS'er, de moordenaar, de terrorist, de ander. Zoals Trump zei over de schutter in Las Vegas, die is pure evil. Dus je wijst het aan, je erkent dat het kwaad er is. Dat is denk ik wat goed aan de positie, je wist het niet weg. Maar je zegt het is de ander en het is daar. Dat kunnen we wegbombarderen, uitschakelen. Andere positie, dat is kleinere minderheidspositie, maar die is er ook. Dat is mensen, verlichte mensen, die zeggen, nou ja, dat is een misverstand. Een betere wetgeving, met wat opvoedprogramma's, meer maatregelen tegen discriminatie en uitsluiting, neem je die radicalisering ook wel weg. Het zal beter gaan met de samenleving. Dus die proberen dat kwaad eigenlijk een beetje rationeel weg te redeneren. Nou, beide posities, denk ik, hebben niet een afdoende antwoord. Het ene positie van het kwaad erkennen, maar het te absoluut zien en ook niet zien dat je zelf onderdeel bent van dat probleem. Die andere positie, van dat je het wegredeneert, denk je, dat klopt ook niet. Het kwaad is er. Het is een entiteit. Het had niet het eerste woord, het heeft ook niet het laatste woord. Het staat wat mij betreft niet op gelijke voet met het goede, maar het is er wel. Nou, wat zegt die christelijke traditie dan over het kwaad? Over het kwaad is veel gezegd. Er is veel gezegd over het einde van het kwaad, er is veel gezegd over de verlossing uit het kwaad en er is ook veel gezegd over de ethiek van omgaan met het kwaad. Nou, ook heel praktisch, de leer van de rechtvaardige oorlog. Ik denk dat je twee kanten op kunt met het omgaan met dat kwaad. Als je realiseert dat er een eind aan het kwaad komt, dan ben je dus serieus, je beseft dat het kwaad er is, je beseft ook dat je er zelf onderdeel van kunt zijn, maar je beseft ook dat er altijd weer een einde aan kan komen. Dat is iets wat elke keer weer opnieuw moet gebeuren. Het kwaad is ook niet uit te roeien door ons, maar in de christelijke traditie weten we van die verlossing van het kwaad. En dat weten is dus dubbel. Het erkent het kwaad, het waard wordt als een briesende leeuw, maar er is ook een redding uit dat kwaad. Er zijn principes om op rechtvaardige wijze toch die veiligheid te bevorderen. Hoe kun je dat nou zien? Hoe kun je dat nou doen? Dat is mijn laatste punt. Ik denk dat je dat kunt doen via de weg van de ethiek, politiek, van het kerkenwerk, het principiële, doordenken met elkaar wat we nu ook doen. Maar wat is dan rechtvaardig veiligheidsbeleid? Wat is dan warmhartig, nederig, verzoenend veiligheidsbeleid? Daar kun je best met elkaar over denken. Dat is gebonden aan de wetten van recht. Daar heeft Augustinus ook dingen over gezegd. Je kunt ook zeggen, die strijd, de heilige strijd, waar mijn boek ook over gaat, de strijd van God, die mogen wij eigenlijk ook als een echo alvast laten zien. En met heilige strijd bedoel ik niet de strijd die wij hoeven te voeren. En dat zijn terroristen. Die menen dat zij weten wat Allah of wat God van hen wil. Het zijn christenen niet, als het goed is. Die weten dat God die heilige strijd heeft gevoerd. Wat christenen weten is dat zij in dat spoor, in die traditie mogen gaan. En daar ook nu al hoop uit kunnen putten. En dan zelf ook daar concrete symbolen, daden, handelingen in mogen verrichten. Dat klinkt vaag. Wat ik daarmee bedoel is iets wat je misschien nog het beste als een liturgie van de hoop kunt noemen. Dat is een theoloog, Stanley Hauerwas, die heeft erover geschreven. Die zegt, christendom kun je vertalen in politieke en principiële standpunten. Dat doet ChristenUnie bijvoorbeeld ook, gelukkig ook nog andere partijen. Je kunt ook zeggen, wat wij kunnen doen als christenen, is tekenen van die hoop van het einde van het kwaad oprichten. Tekenen die dwaas lijken in de ogen van de wereld, maar wijzen op Gods koninkrijk. Dat kunnen eenvoudige handelingen zijn, mensen helpen in nood, waarvan je weet dat het misschien een druppel op een gloeiende plaat is, maar je doet het toch.
Het kunnen ook demonstraties zijn, acties tegen angst en geweld, hashtag-campagnes, hè, zoals Not in My Name, Jesus Charlie. Maar juist ook de kerken met hun liturgie en ethiek kunnen houvast bieden in zo'n onzekere wereld van fake news, toenemend populisme en angst voor terrorisme. Mensen zijn symbolische wezens. Wij klampen ons vast aan een kaars, aan een kruis, aan een vredesteken. Dat herkennen we en daar putten we hoop uit. Ik wil één voorbeeld laten zien hoe dat dan gaat. Christenen in het Midden-Oosten, die hebben een hele eigen manier om het kwade tegemoet te treden. In Palmpaas afgelopen jaar gingen bommen af in Alexandrië en Tantra. Er kwamen 45 kerkgangers om het leven. Wat deden nou deze christenen? Ze deden twee dingen. Eerst deden ze iets heel rationeels. Ze zochten de media op en ze gingen precies vertellen wat er gebeurd was en waar de Egyptische regering fouten had gemaakt. En ze hingen extra veiligheidscamera's op, ze richtten patrouilles op en ze waren niet gek. Ze omsingelden hun kerken en probeerden hun mensen te verdedigen. Dat is de ene kant. Maar ze deden ook iets anders, iets wat dwaas was. Iets wat zo'n liturgisch teken is, wat eigenlijk nergens op staat. Ze pakten een kruis en gingen dan mee door de straten lopen van Alexandrië. En wat een van hen zei, citaat: als het doel van deze aanslagen is ons te belemmeren naar de kerk te gaan, zal het nooit lukken. Wij zullen de rest van ons leven blijven bidden. Wij zijn christenen tot de dag van het laatste oordeel. En toen noemden ze de naam van de omgekomenen, ze droegen dat kruis door de straten heen. Gevaarlijke actie in feite, hè? Wie weet hoe de mensen daar in Alexandrië op zouden reageren. Meestal zijn dat moslims die daar wonen. Wat ik zo bijzonder hiervan vind, is dat die kopten zich niet verstopten, ze likten niet hun wonden, ze besloten niet de toekomstige risico's te mijden, ze vierden de liturgie van de hoop en van hoop op het koninkrijk. Ze richten camera's op, maar ze richten ook tekenen op. Voor ons is het droog zwemmen. Wij leven gelukkig niet in zo'n situatie van zoveel angst en onveiligheid als die kopten, maar we kunnen daar wel een voorbeeld aan nemen. Terug naar Augustinus. Augustinus steunde de Romeinen in de fysieke strijd tegen de terroristen. Augustinus was voor martelen, was geen lievertje. Dat was natuurlijk ook de vierde eeuw van Christus, toen had je nog niet de Geneefse conventie. Maar Augustinus was ook een predikant. Hij preekte om de mensen tot inkeer te brengen. Hij preekte tot zijn mensen. En hij zei: geloof in het einde van het kwaad, dat moet de remedie zijn. En Augustinus zei: wij moeten die circumcellionis bestrijden, maar die kleine strijd voor veiligheid in het aardse domein, de kleine strijd buiten je tegen die terroristen, moet gekleurd worden door de grote strijd die wij in ons eigen hart hebben te voeren. Tegen het kwaad in ons eigen hart en onze eigen gemeenschap. Er staat geen knip tussen Gods heilige strijd en onze navolging, maar het vereist wel de moed om steeds weer stil te staan, naar de kerk te gaan, om met elkaar over door te praten en na te denken over hoe dat dan moet, hoe dat eruit moet zien. We eindigen met een allerlaatste citaat over een vrouw die ook heel bang was en beefde als een rietje. Vrouw is Maria. Zij is degene die als eerste Jezus zag na de opstanding. En ze beefde. De bewakers bij het graf beefden ook, maar die beefden van angst en vielen als dood neer toen de engelen kwamen. Dus die zagen daar niks op. Maria beefde ook, maar ze viel niet flauw. En ze keek Jezus in het gezicht. En Jezus zei: Maria, wees niet bang. En wat gebeurde er daarna? Toen was Maria niet ineens helemaal happy, ze was nog steeds bang. Er staat over Maria: ontzet en opgetogen verliet ze het graf en rende terug naar Jeruzalem om het aan de leerlingen te gaan vertellen. Wat ik daarover mooi vind is, haar angst was niet weg. Ze was nog steeds heel bang. Ze wist wat de fariseeërs konden doen. Ze was natuurlijk ook ontzet op wat ze allemaal had gezien. Maar wat deed ze met die angst? Ze bleef niet zitten, ze ging zich niet verstoppen, ze ging niet snel naar huis. Ze rende en ze ging naar de discipelen om te vertellen over de blijde boodschap, wat er was gebeurd. Ik denk op zo'n manier kunnen wij met elkaar praten over wat we doen met alle angst. Bij alle actieplannen tegen radicalisering en polarisatie, petities, moet ons beleid, ons handelen, een uitdrukking zijn van die hoop. Ik denk dat de christelijke traditie daar een eigen steen aan kan bijdragen. Hoe we dat doen, dat moet ieder voor zich bepalen. Daar wil ik het ook graag met u over hebben. En daarom heb ik ook dat boekje geschreven. Dank u wel.